nu als je het urencriterium niet haalt? Nou, om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrekposten, de startersaftrek en de zelfstandige aftrek, moet je minimaal 1225 uur aan je onderneming besteden. Want dan krijg je in je aangifte inkomstenbelasting een extra aftrekpost van ongeveer 5000 euro. 1225 uur is gemiddeld 24 uur per week als je een heel jaar zou ondernemen. Maar als je in het midden van het jaar start, wordt dit niet naar rato teruggerekend. Het blijft altijd deze 1225 uur. Hou er wel rekening mee dat alle uren meetellen. Dus niet alleen de uren die je kunt factureren aan klanten, maar ook bijvoorbeeld het opzetten van je website, marketing, administratie, acquisitie. En ook de uren die je hebt besteed voordat je bedrijf begon, tellen mee. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van je businessplan. Is het nu erg als je deze uren toch niet haalt dit jaar? Nou, voor de startersaftrek, die is in 2024 2123 euro, is dat niet zo heel erg. Want deze mag je 3 keer toepassen in de eerste 5 jaar van je ondernemerschap. Dus kun je hem niet toepassen in 2024, dan pas je hem toe vanaf 2025. Voor de zelfstandige aftrek, deze is in 2024 3750 euro, is het wel jammer. Want deze ben je eigenlijk gewoon kwijt. Je mag hem niet dubbel toepassen in het volgende jaar bijvoorbeeld. Ook wordt de zelfstandige aftrek de komende jaren sterk afgebouwd. Het plan is om deze in 2027 naar 900 euro af te bouwen. Je wil daarom het liefst zoveel mogelijk deze zelfstandige aftrek kunnen gebruiken zolang hij er nog is. Heeft het niet halen van het urencriterium verder nog gevolgen? Nee, het is niet zo dat als jij je uren niet haalt, en zeker in de eerste jaren, je vanuit de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel of dergelijke instanties te horen krijgt dat je geen ondernemer bent. Het kan zelfs zo zijn dat je nooit aan je uren komt als je part-time ondernemer bent. Wil je nu weten hoeveel je opzij moet zetten voor je belasting als je wel of niet het urencriterium haalt? Download dan de template opzij zetten voor je belasting via thehappyfinancial.com/templates.